Hey, mafketels en mafketelinnen. Hoe zeg ik jullie wel allemaal goed bij mijn kop? Dan gaan we van die rare dingen tegen Trump, op Facebook, weet ik veel waar. Komen te wegen, wat meer over Wegeland. Alsof daar zo goed is, hè? Even ook lekker goed daar. Even wat anders. Trump is president en hij heeft al één ding voltrokken wat hij beloofd heeft. Ik kan zo 1, 2, 3 niet zeggen wat het is, want het is allemaal in het Engels. En nee, ik ben nou eenmaal een Nederlander. Waarvoor? Dat is punt 2. Dan gaan we eens kijken naar onze eigen politiek. En ja. Ik vind er echt wel dat als de PVV de grootste wordt, als hè, nee, ik zeg erbij als hij de grootste wordt, vind ik wel dat de VVD mee kan regeren als de VVD de tweede grootste wordt. Hoe dan ook, andere partijen zijn het verplicht aan het Nederlandse volk om PVV niet uit te sluiten. PVV, zo wij ik hoor, zal een van de grootste worden. Alweer, is het niet de grootste. En dan zeg jij, als Nederlander, als Nederlandse partij, zeg jij, toch eigenlijk wel verplicht om met de VVV te, jongens, PVV te regeren. Alle politiek stijgt naar mijn kop, man. Ik denk dat ik het over mijn headset ga hebben. Kijk, jongens. Ik heb mijn Corsair headset gehad. Dat is een Void. En, nou, een lekker ding. Ik heb hier de vastgelijnd. Weet je waarom? Ik hou er niet van als dat heel gemakkelijk wiebelt. Naar binnen klapt en naar buiten klapt. Daar hou ik niet van. Nou. Dat was nog eens even een smooth transition van politiek naar mijn headset. Hoe dan ook. Als je gewoon muziek luistert, keigoeie geluid. Als je gewoon aan het gamen bent, keigoeie geluid. Maar ga er nou YouTube luisteren, en als een andere, net als ik, een kut microfoon heb, dan komt het ook kut over door die headset. Wat ik niet heb, hoe dan ook. Hij is RGB, ik heb nou blauw staan. Ik zal eens even kijken of ik hem op een andere kleurtje kan zetten voor jullie. Eén moment, jongens, bring toe voorgrond. Ja, natuurlijk op normaal Engels pad, maar heb ik hem niet zin in. Bring to foreground. Oh. Mijn god. Nou, eens even kijken. Hebben we hier lightning effects? Nou. We gaan eens even kijken. Rood. Ander blauw. Groen. Geel. Oranje. Oh, dat vind ik toch zo'n geel kleurtje? Nou, ik denk niet, hè. Paars. Oh mijn god, man. Laten we maar gewoon lekker op blauw houden. Hoe dan ook. Het is op zich een leuke headset. Hij doet het op zich goed. Maar ja. Hij had beter gekund, vooral voor de geld. 80 euro's voor de ding betaald, geloof ik. En in-game via Teamspeak is aan te horen, denk ik. Ik zou het niet weten. Anderen zeggen dat ze me goed horen. Dat zal het ook wel zo zijn. Maar als ik dat ding op mijn kop heb en ik ben aan het iets aan het opnemen voor YouTube, dan vind ik het geluid toch heel erg tegenvallen. En zal waarschijnlijk nou ook zijn, maar deze is een klein kutmicrofoontje van Trust die ik al uit elkaar heb gehaald. Om te kijken waar ergens in mijn broompje zit en hoe dat werkt. Ik probeer natuurlijk te kijken voor een andere microfoon, maar
Ja, jongens, moet ik versparen, net als jullie. Dan heb ik het de volgende keer misschien over mijn Mercy gekocht. Hè? Dat is een M65 Pro RGB. En met een muismat de MM800 RGB Polaris. Hoe dan ook, allemaal leuk. Soms een beetje kut hoor. Ja, vooral in het begin vond ik die muismat best wel kut. Ik heb altijd een zacht muismat gehad en die was hard. Hoe dan ook. Even wachten, even mijn kleurtjes goed zet van mijn toetsenbord. Daar wil ik het ook nog een keer over hebben, over mijn Sharkzone toetsenbord. Dat ding was niet goedkoop. Maar ik ga nou wel kijken voor een Corsair K70 of de Streef en anders de K95. Hey, ik ben hier een filmpje aan het opnemen, mokkel. Dat gaat zo'n manier, hè? Ja, maar je hebt wel gelijk in die WhatsAppje van. Hoe dan ook, luidjes. Het, Vergeet niet te stemmen. Mijn voorkeur is duidelijk. En ja, ik kan ook ABN praten, maar daar heb ik niet altijd evenveel zin in. Toch doe ik het even voor jullie, maar... Goed. Dames en heren, vergeet niet te stemmen. Op de partij naar je keuze en het interesseert me niet. Of het nou... Partij van de Dieren is, PvdA, VVD, PVV, die Meditomaat, de SP, D66, weet ik veel welke. Vergeet niet te stemmen. Dan heb je geloof ik nou de VNL of zo. Van die deserteurs uit de PVV-partij. Hey, ik moet zeggen... Dan ga ik weer terug naar Brabants. PVV ben ik niet alles mee eens, maar wel mee veel. Net als de grens, dat ze die dicht willen hebben. Daar kan ik me eigenlijk niet in vinden, want ik woon in Duitsland. Snapte? Ik ga nou heel gemakkelijk de grens over. Om even, weet ik veel wat, naar een of andere instantie om mijn geld te halen ofzo. Ja, dat gaat tegenwoordig allemaal automatisch, geloof ik, of niet? Hoe dan ook. En een belastingdienst is niet zo snel, hoor. Tenzij ze kunnen krijgen. Maar goed, even anders. Vergeet niet te stemmen. En, prettige maandag. Houdoe.